Een opvallende verschijning is het wel, Kim die haar huisdier uitlaat. Kim is namelijk het baasje van de 84 kilo wegende Francis Bacon, roepnaam Frans. En dat leidt af en toe tot reacties van de voorbijgangers. Hey Frans, vuile hipster, met je kuif? Ondertussen zijn ze het wel gewend, de meeste mensen in de buurt ook. Toch zijn er nog genoeg mensen die zich verwonderen als ze het duo voorbij zien lopen. Ja, het is een soort hond, maar dan anders. En ik hou wel van iets anders. Oh ja, dit is gewoon een huiskamer. Ja, hij slaapt op de bank. Als ik hier in de stad loop, dan kom ik veel mensen tegen en iedereen kijkt dan wel. Als ik met hem naar de natuur ga, dan is het gewoon lekker rustig. Frans is niet alleen bekend in zijn buurt, maar ook online waren er steeds meer mensen benieuwd naar het leven van meneer Bacon. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak gewoon een aparte Facebookpagina aan voor hem. Dan kan ik daar zoveel mogelijk op zetten dat ik wil. En dan blijft mijn pagina een beetje schoner van varkens. En ik had niet gedacht dat dat zo'n groot aantal volgers zou krijgen. Hoewel het erg leuk oogt, is het houden van een huisvarken wel even andere koek dan een hond, kat of goudvis. In het begin is het gewoon een baby, dus die moet je gewoon opvoeden. En we hadden eigenlijk helemaal niet gedacht hoeveel werk het zou zijn om een varken te hebben. Maar we zijn erin meegegroeid, dus inmiddels zijn we er wel aan gewend. Toch zouden Kim en haar vriend zich geen leven zonder Frans meer voor kunnen stellen. En we beschouwen Frans ook echt als gewoon onze maat. Dus dat is wel iets anders dan een ander gevoel dan dat ik ooit met een hond of met een kat heb gehad. En ondanks de opstandige buien kom, hop. En de aandacht die Frans nodig heeft, is er bij Kim geen spijt voor haar beslissing om een varkentje in huis te nemen. Of nou ja, misschien dan toch wel één kleinigheidje. Nou ja, hoe groot hij is geworden, dat was een tegenvaller, zeg maar.